Simon Tibbeling had afgelopen zaterdag tegen Excelsior in totaal 94 balcontacten. In 92 van die 94 keer deed hij er wat goeds mee. Sinds het seizoen 2010-2011 is er geen enkele speler van FC Groningen geweest die zoveel succesvolle passes had in één wedstrijd. I don't think so much about on the pitch, you know, but if you take the game, we don't play good enough to win, you know. It's maybe I managed passes, but maybe I should have not have so many passes, should be, because maybe the ball was too much down the pitch. Maybe it should be longer up in the pitch. In de top 4 van spelers van FC Groningen met de meest succesvolle passes staat Tibbeling, ondanks dat hij nog maar kort bij FC Groningen speelt, 2 keer genoteerd. Tibbeling staat dus op 1 met 92 passes, gevolgd door Erik Botteguin met 91 passes tijdens FC Groningen RKC Waalwijk op 23 september 2013. Derde is Leandro Bacuna met 87 passes. Dat was op 30 september 2012 tijdens FC Groningen Roda JC. En een van die passes leverde de 3-2 van Michael de Leeuw en daardoor de zegen op. Tibbeling staat met 84 succesvolle passes, recent tegen Go Ahead Eagles dus ook op de 4e plaats. Maar veel succesvolle passes levert echter niet altijd een overwinning op. Dat zagen we zaterdag tegen Excelsior. Dat zal zondag tegen SC Heerenveen dus anders moeten. We need to have more control, controlling with the ball higher up in the pitch to create more chances, because we have a little bit too not so many chances the last game, so we need more of course, and then we need to have the ball higher up in the pitch so they can get the ball, so they can create creative stuff, you know. Tibbeling weet dat de wedstrijd tegen Heerenveen een speciale is, dat de wedstrijd al voor het begin leeft in Groningen en omgeving en dat het dus een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen is voor de fans van de FC. Ja, het is een derby, North derby in Holland, of course. And I see the game here, my first game I see on the live in Groningen. I see Groningen Heerenveen and it was a very good atmosphere and it looked like a game you really want to play. So I'm looking forward to it. Bij Heerenveen treft Tibbeling maar liefst 4 landgenoten, van wie Sam Larsson overigens niet zal spelen door een blessure. So of course it's important game to win. Of to have many Swedish players. I played against him before, a lot of times. I think maybe 5 or 6 times. So I know him quite well as a player, and I hope I can take some advantage of knowing him since before. But he's very skillful, and we need to be alert. Yeah, he's an all-round football player. He's really good at many things, you know. So he's a good player, and I think Heerenveen are lucky to have him because he's good, and like Sam Larsson too, he's a good player too. So they're doing well. So it's fine to see Swedish people. If Swedish football player can do well in Holland, I think it's nice. Simon Tibbeling en Simon Tern spelen allebei op het middenveld en zullen elkaar dus ongetwijfeld regelmatig tegenkomen op het veld zondag. Wat gaan ze doen als ze in een duel verwikkeld raken om de bal? For me it's important that the team wins. I'm not gonna run out and think so much about what Simon Tern do, because it's more important that what Groningen do in this game, and hopefully we win. But if I must, of course I gotta tackle him. I hope I can take the ball from him to start with, and then I know some weakness maybe, and we will see what we can do. Bovenal hebben Tibbeling en Ten respect voor elkaar, want hoe je het ook went of keert, het blijven landgenoten. Good luck Simon, and keep your legs together. Good luck on Sunday, but I hope we Groningen are gonna win this game.